Eigenaar woest op restaurantrukker. De maat is vol voor Richard Derks. Zijn restaurant Boy Boy op de Dapperstraat in Amsterdam-Oost is op nieuwjaarsdag 's avonds belaagd. En dat is niet voor het eerst. Sinds hij zijn restaurant 2,5 jaar geleden opende, heeft hij al last van intimidatie en pesterijen. En Richard is niet de enige, want ook andere ondernemers in de straat hebben er last van. Daarom is Richard vorige maand een ondernemersvereniging gestart om hier gezamenlijk wat tegen te doen. Hij kwam hier gewoon naar binnen en hij was zo'n zwalken en toen zei hij, had iets in zijn handen, een groot ding. Ik denk een fles, maar dat weet ik niet zeker. En toen zei hij van bier en toen zei ik van u bent aangeschoten, er zijn geen café, wilt u alsjeblieft weggaan? En toen begon hij te roepen, vuile kankerjoden, vieze flikkers, jullie horen niet, wij zijn moslims, wij zijn sterker, wij zijn leeuwen en kloppen op zijn borst. En toen zei ik, alsjeblieft wilt u weggaan? En toen heb ik hem naar buiten proberen te begeleiden, maar hij viel tegen alle deuren aan, dus dat was niet zo goed. En toen is hij vervolgens teruggelopen hier naar het raam en hier zaten onze klanten dus te eten. En toen is hij hak- en snijbewegingen gaan maken en heeft vervolgens er een dingetje eruit gehaald en liep hij daarmee te spelen. Hij zat ook zijn piemel af te trekken. Ja, niet normaal. Dus ik ben ervan geschrokken. Dit soort jongens, die geven echt een smet, zeg maar, op een hele religie ook, denk ik, weet je. Het slaat nergens op wat ze doen, want hij benoemt zichzelf midden in de zaak al gillend als moslim en dat hij sterker is, terwijl de moslims zitten, die hij vervolgens ook nog eens gaat beledigen. Ik begrijp daar helemaal niks van. De nieuwe ondernemers, die dus hier voorheen niet waren, krijgen bedreigingen, ook veel bedreigingen. Vieze flikkers, rot op, jullie horen niet in de Dapperbuurt. Dat zijn dezelfde soort mensen, verwachten wij. En dat moet gewoon stoppen. Het is echt tijd dat de gemeente en de politie ons serieus nemen en niet dat ze ons steeds weer opnieuw laten bellen, weet je wel, om een afspraak te maken met de politie om één voor één langs te komen per bedreiging, per ding wat gedaan is. Het is gewoon niet oké. Het moet echt stoppen.